Het zijn de laatste 90 minuten van de voorbereiding. Utrecht tegen de degradant uit La Liga, Espanyol. Bij die ploeg zien we deze Martin Braithwaite in de basis. Inderdaad, de man die zo'n 2 jaar geleden nog voetbalde met Messi en co. bij Barcelona. Openingsfase van de wedstrijd, hakje van Boet. Dit is Teravest, Suntjes glijdt daar weg. El Karouani raapt op. En via Bosdogan is dit opnieuw Teravest. Rechtsback met de voorzet en die bal wordt benut door Tasos Doufikas. Wel ja joh, we zijn ook al 100 seconden onderweg in stadion Galgenwaard. Droomstart voor Utrecht. Doufikas met zijn tweede treffer van de voorbereiding. Lekker moment voor onze Griekse spits. Hier dan een kopkans voor Martin Braithwaite. We zien de ploeg in blauw-wit maar nauwelijks op de helft van FC Utrecht. En als het de poging doet, zit FC Utrecht er kort op met de Bosdogan en Boet. Bosdogan met een paas richting Jensen. Iets naar de buitenkant gedreven. Jensen met de poging. Schot geblokt. Maar het is FC Utrecht dat toch wel degelijk het initiatief neemt in deze wedstrijd. Suntjes met een overtreding. Gefloten door scheidsrechter Joey Coy. Suntjes die geel gaat krijgen. Dan wordt het duwen en trekken. Komen er teamgenoten aan beide kanten bij die helemaal niets met de situatie te maken hebben. Is de rust wedergekeerd binnen een minuut of twee. En gaan we gewoon weer lekker voetballen. Sanjan. Via Suntjes en Toornstra is dit Jensen. De Deen met een prima paas in de loop van Taylor Boet. Die heeft de tijd en ook de ruimte om iets te bedenken. Maar vindt op zijn weg de borst van doelman Fernando Pacheco. Traves naar Taylor Boet. Die geeft de voorzet en dan via de borst en uiteindelijk een arm gaat die bal over de achterlijn. Komt er een strafschop voor FC Utrecht. Ja, zegt deze Fernando Calero, het is toch echt mijn borst. Maar de bal gaat ook op de stip. Doufikas. Voor zijn derde van de voorbereiding. Hangen geblazen voor onze Griekse spits. Die vorig seizoen zo'n geweldig seizoen draaide. Nog altijd in het shirt van FC Utrecht speelt. Dus voor de club toch te hopen dat het over een paar weken nog zo is. Begin van de tweede helft is dit Teravest. Voorzet bijna bij Jensen. Ja, Utrecht voert de druk op. Zeg maar gerust, controleert deze wedstrijd. Bosdogan met de paas richting El Karouani. Mooie opening. Linksback met de voorzet. Die is op maat en binnengewerkt door invaller Zakaria Labiat. Is voetbal dan zo simpel of lijkt het dat soms? Waarschijnlijk een beetje van beide. Heerlijke opening van Bosdogan. Keurige voorzet van El Karouani. En Labiat die dus raak kopt. Doelpunt dat als collectief wordt gevierd. Oh, daar wordt Ramselaar aangespeeld. Veel spelers in blauw-wit om hem heen. Waaronder Braithwaite. Wat een uithaal zeg. Het aluminium redt Brandenhorst. Doelman in de tweede helft. En daarmee ook FC Utrecht. In de slotfase van de wedstrijd speelt Espanyol toch wat vrijer. Ja, heeft dan al niets meer te verliezen. Er komt nog één kans aan. Maar ook een redding van Brandenhorst. En zo eindigt FC Utrecht tegen Espanyol in 3-0. Kent de FC een prima generale richting de start van de competitie. Aankomende zaterdag om 16:30 op bezoek bij PSV. Als je tegen zo'n Bologna speelt, tegen Arnautovic, vandaag tegen zo'n Braithwaite, word je dan ook extra getest? Het ligt er ook een beetje aan of hun er zin in hebben. Dus oefenwedstrijden. Hadden ze het? Nou ja, oefenwedstrijden, dan zie je zulke spelers iets minder gas geven. Dat merk je wel, maar ja, ze hebben wel gewoon kwaliteit. Dus altijd waakzaam zijn. 3 goals in de preseason, a good feeling? Yeah, it was a nice preseason. I didn't play all the games and most of them I played 45 minutes. Yeah, I think only today I play more than 45. But yeah, I'm ready. I work extra also in a lot of days. So yeah, I'm ready for the first game. Ben je een beetje tevreden inderdaad met de voorbereiding? Geef het eens een cijfer. Yeah, I think it's been good. And between what? 1 in 100 or 1 in 10? I don't know. Tussen 1 en 10 is goed. Okay. Yeah, I don't know. It's been very good. 8, 9. I think, of course, there are things that we are still working on. But the players have come in ready to work. The first couple of weeks was hard for them, and then over the weeks we have tried to put on football as well. Ja, er is wel een soort van geloof in de groep dat we vooral thuis ploegen willen afjagen.
En daarbij ja, daar publiek ook mee in te nemen en hopen dat dat gaat lukken dit seizoen. Maar gaat er echt veel veranderen, denk je, aan de speelstijl? Net iets dominanter proberen te zijn bij Vlagen? Nou ja, je zegt dat is wel ons streven, ja, zeker. I think all the fans like you to stay. Yeah, of course they like me to stay, and of course I like to stay. But yeah, I think if something changes, everyone understand my ambition to be in the top leagues and in the top teams in this league. So yeah, I think everyone will understand if something changes. Heb je al met Tazos Doevikas nog even gezeten van, goh jongen, blijf nou alsjeblieft nog even minimaal een half jaar? No, and that's more also Jordi's department, but as long as he's here, we are very happy that he's here. Dan geniet je van hem. Of course. I hope you do too. Ja, zonder twijfel.